gewoon heel erg van kaas. Oké, ene laatste vraag. Oh, ik kwel. Ik zie mijn stagiaire Angela knikken achter de camera. Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik de 15 random questions tag. En ik heb hier een bakje met 15 vragen. Ik heb ze niet zelf bedacht, dus ik heb geen idee wat erop staat. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. De eerste vraag is... favoriete serie? Orphan Black. Ik heb gisteren de allerlaatste aflevering gekeken. Als jullie deze serie nog niet hebben gezien, ga hem zeker kijken. Want het is echt de beste serie ooit. Volgende vraag. Welke shampoo en conditioner gebruik je het liefst? Nou, op zich ben ik daar niet zo heel erg moeilijk mee. Ik gebruik eigenlijk van alles. Maar waar ik niet zonder kan, is een masker van André Lon. Omdat ik van dat droge... Oh nee, dat is eigenlijk helemaal niet waar wat ik zeg. Waar ik niet zonder kan, is zilver shampoo. En daar ben ik op de vakantie wel achter gekomen. Want als ik mijn haar dus niet was met zilver shampoo, dan wordt het echt wel een stuk geler. En hiervoor gebruik ik Fudge. En daarnaast gebruik ik altijd een masker van André Lon. Gewoon voor gespleten haarpunten volgens mij. Iets wat in ieder geval mijn haar goed voedt. Volgende vraag. Dit is... heb je een vast beauty ritueel? Nee. Als ik kijk naar wat ik doe, 's avonds gewoon make-up afhalen en gewoon een crème op of geen crème op. En 's ochtends... is het ook eigenlijk wat ik opdoe aan make-up of zo, gewoon waar ik zin in heb. Dus ik heb niet dat ik een face wash en een serum of whatever gebruik. Het is gewoon wat binnen handbereik is, dat smeer ik op mijn hoofd en dat is het. Volgende vraag. Welke sport doe je graag? Nou, sporten doe ik liever helemaal niet, maar als ik dan moet kiezen, dan is het hockey. Ik heb vroeger altijd gehockeyd en dat mis ik nog wel eens af en toe. Dus dat is iets wat ik wel graag zou willen doen, maar waar ik gewoon geen tijd voor heb. Volgende. Ben heel benieuwd. Ik krijg hem niet open. Favoriete paar schoenen? Mijn Balenciaga boots. Dat zijn van die enorm lompe buckle boots. En deze heb ik in het zwart en in het wit. En de zwarte heb ik nu al... 5 jaar geloof ik. En deze zijn nog steeds echt mijn favoriete schoenen. Het was even een investering, maar ik heb hem de dubbel in dwars uit. Dus dat is echt mijn favoriete paardje. Aan welke kant van het bed slaap je? Links. Links, even kijken. Ja, links. Ik slaap altijd links. Het is altijd een cream wanneer ik zeg maar met vriendinnetjes ergens een nachtje slaap, wie dan aan welke kant mag slapen. Want volgens mij slapen de meeste vrouwen links. Ik weet niet of dat een fabeltje is of dat het gewoon zo is. Maar als ik kijk naar de mensen in mijn omgeving, slapen alle vrouwen volgens mij links. Dus dat is altijd wel een dingetje. Ik probeer hem altijd op te eisen, de linkerkant. Want het slaapt gewoon lekkerder. Volgende vraag. Dat was wel een goede trouwens. Even kijken. Heb je een stopwoordje? Ja, ik denk het dus niet. Iets wat ik vaak zeg is kut. Maar dat is niet echt een stopwoordje. Maar als ik dan iets zou moeten noemen... Dat is niet echt een stopwoordje. Maar als ik soms mijn vlogs of mijn video's terugkijk... dan merk ik dat ik heel vaak zeg... oh ja, super. Dat zeg ik heel vaak. Maar dat schiet me nu te midden. Maar waarvan ik weet wat ik heel vaak zeg is... maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Zo, dan zeg ik een zin en dan komt daarna 9 van de 10 keer... maar dat maakt niet uit. Waarschijnlijk ben ik dan aan het klagen of zo en maakt het dan niet uit. Volgende vraag. Wat zou je echt nog willen doen in het leven? Ik zou heel graag naar de Malediven willen. Dat is wel echt iets wat een life goal is. En ik hoop dat wanneer Leon en ik getrouwd zijn of gaan trouwen... hij moet me eerst nog ten huwelijk vragen... maar als het moment daar is dat we onze huwelijksreis... in de Malediven kunnen gaan vieren. Dat lijkt me wel echt heel gaaf. Ja. Wat is je bijnaam? Roos. Ik heet eigenlijk Roos Anne. En de meeste mensen die noemen mij gewoon Roos. Ik stel me tegenwoordig ook voor als Roos. Nu hebben mijn vriendinnen de gewoonte om mij gewoon Mode Rosa te noemen. En ook echt Mode Rosa. Dat. En verder, mijn ouders die noemen me... ja, Roosje wel eens.
En verder, ja, nou dat eigenlijk. Roosimosi is ook nog wel eens. Mijn e-mailadres van vroeger, dat is Roosimosi. En sommige mensen die noemen mij ook Roosimosi. Dus dat zijn een beetje de bijnamen van mij. Wat bestel je het meeste bij McDonald's? Kipnuggets, kip 9, het liefst kip 20 als ik het op kan. En dan eet ik dat met frietsaus. Dus niet met een of andere barbecue saus of whatever, maar gewoon met frietsaus. Als je dat nog nooit hebt geprobeerd, ga het zeker doen. Want die combinatie is echt super. En wat ik ook heel lekker vind van McDonald's, dat zijn die donuts daar. Dat zijn van die kaneelachtige, kleffe, veel te vette dingen. Maar echt heel lekker. Maar 9 van de 10 keer zijn ze er niet, maar dat is ook wel een favorietje. Volgende. Wat is het eerste wat je doet als je wakker wordt? Ja, cliché, maar op mijn telefoon kijken. Ik denk dat iedereen dat wel doet. Of er zijn mensen hier tussen die heel goed hun telefoon niet naast hun kussen leggen. Maar ik denk dat het er weinig zijn tegenwoordig. Ze kijken altijd direct of ik nog appjes heb of Instagram ga ik altijd even checken. En ik plaats zelf eigenlijk ook altijd 's ochtends een Instagram post. Dus dan ga ik even een fotootje bewerken. Dus dat, mijn telefoon. Het is heel erg. I know. Wat zijn je gekke gewoontes? Gekke gewoontes. Nou, ik heb denk ik een schoonmaaktik. Ik hoop altijd... Ik zie mijn stagiaire Angela knikken achter de camera. Ja, ik loop altijd overal met een doekje rond. Even snel de vloer poetsen. Dat is wel een gekke gewoonte. Daarnaast maak ik een bepaald geluid als ik kriebel heb in mijn keel. Dat is ook wel een gekke gewoonte. En verder? Ja, weet ik niet. Ik hou gewoon heel erg van kaas. Dus ik snij heel vaak plakken kaas gewoon van het stuk kaas, zeg maar. En dat eet ik op. Maar ik weet niet of dat per se een gekke gewoonte is. Maar dat vind ik heel lekker. Dus dat doe ik daarom ook regelmatig. Nog een paar vragen. Even kijken. Wat eet je graag waarvan je weet dat het slecht is? Kaas. Hè? Gaan we even door op kaas. Nou ja, slecht, slecht. Ik weet niet of het echt slecht is, maar het is wel heel vet. En verder ben ik echt heel gek op pita kaas. Zeg maar, als ik uit ben geweest, dan moet ik langs de Hawaii, zo heet zo'n tent hier. En dan pita kaas met mayonaise. Dat is echt zo lekker, zo slecht. En verder denk ik beschuiten met echt zo'n laag roomboter en hagelslag. Dat is ook wel een gekke gewoonte misschien nog van net, want dat eet ik ook heel graag. En het is ook echt dat sommige mensen mij soms aankijken van... Jij nou kaas onder je hagelslag? Nee, het is gewoon een laag roomboter. Oeps. Ene laatste vraag alweer. Ben je bijgelovig? Nee, echt totaal niet. Ik even nadenken. Nee, ik heb niet zoiets van dat bepaalde dingen... Nee, ja. Nee, nou, ik ga dat niet eens invullen. Nee, ik ben totaal niet bijgelovig. Nee, nee. Ik geloof gewoon dat het leven gaat zoals het gaat. En ik geloof wel op zich dat je leven een doel heeft, maar dat heeft niks met bijgelovigheid te maken. Dus nee, daar geloof ik niet in. Allerlaatste vraag. Gaat het snel? We hadden meer vragen moeten doen. Even kijken. Wat is je grootste ergernis? Heb je even. Mijn grootste ergernis. Dat is als mensen heel traag zijn. Ik ben echt vrij snel, zeg maar. En ik kan me heel erg gaan irriteren als... iets moet gebeuren en je bent bijvoorbeeld met meerdere mensen en ik had het al zeg maar 10 keer kunnen doen terwijl een ander dat nog steeds mee bezig is. Dat vind ik heel vervelend. Waar erger ik me nog meer aan? Leon die nooit zijn sokken in de wasmand gooit. Ik moet echt letterlijk elke ochtend zijn sokken in de wasmand gooien. En ik erger me ook aan... Norris die altijd lawaai maakt wanneer we video's maken. Maar dan ook altijd. We hebben hem nu op het balkon gestuurd. En daar zit hij ook voor het raam. Omdat hij aandacht wil. Hij is echt lief en ik hou heel veel van hem. Maar het is altijd wanneer we video's gaan maken. Dan komt Norris lawaai maken. Knorren wil hij spelen. Dus dat is wel... is het een ergernis? Het is gewoon vervelend. Maar de grootste ergernis is trage mensen. Of mensen die...
een heel lang verhaal hebben en ik zelf al 3 keer de clue weet en ze zelf nog steeds bezig zijn om dat uit te leggen, zeg maar. Het is gewoon traagheid. Ik hou van snel. Deze video was ook snel, dus het was lekker. Lekker wegkijken voor jullie. En het is het einde, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!